Ja, hier is Fishy weer. En vandaag weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. Vandaag ga ik het met jullie hebben over de nieuwe Call of Duty Black Ops 3. Wat waarschijnlijk wel in ieder geval in november natuurlijk gaat uitkomen. Eind van de maand, of een paar dagen is het alweer. Dan komt daar de echte trailer van uit. Dat zal waarschijnlijk, denk ik, in ieder geval een singleplayer trailer zijn. Ik ga het in ieder geval daar zo over hebben. Allereerst natuurlijk wat over de gameplay op de achtergrond. Ik haal hier namelijk op de map Outpost, op Regular Domination. Echt een hele grote map haal ik hier gewoon een 5,5 minuut FAT-MOAB. En ten eerste had ik nog nooit een FAT-MOAB gehaald. En ten tweede had ik nog nooit een MOAB gehaald op Outpost. Dus die kunnen we in ieder geval weer afstrepen. Er is nog maar één map voor mij te gaan en dat is natuurlijk Bakara. Wat ik ook echt een vreselijke map vind. Net zoals deze trouwens. Ik denk ddat deze net zo erg is als Bakara, maar in ieder geval, ik had ze nog niet gehaald. En nu wel. Eentje in ieder geval. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Kijk er lekker naar, zou ik zeggen. Black Ops 3. Oh yeah, ja, we hadden nog een beetje misschien in gedachten dat het misschien wel toch World at War 2 zou worden. Maar het is toch uiteindelijk Black Ops 3 geworden. Treyarch heeft ervoor gekozen om natuurlijk gewoon een opvolger te gaan maken. Voor Black Ops 2 natuurlijk. Wat op zich een heel succesvolle game was natuurlijk. Zelf vond ik helaas score streaks overpowered. En daarover ga ik het in ieder geval vandaag met jullie over hebben. Dan pakken we volgende keer weer een ander onderwerpje uit voor de nieuwe Call of Duty. Score streaks. Ja, zoals je weet, score streaks is een probleem in Call of Duty. Ik vind het persoonlijk zelf killstreaks, core streaks, wel leuk natuurlijk dat het erin zit. Maar in Black Ops 2, als je nu nog Black Ops 2 gaat spelen, dan merk je heel vaak dat als je gaat gamen, en ik merk het natuurlijk helemaal zelf, want bijvoorbeeld als ik ga gamen, dan wil ik opnemen natuurlijk. En dan word je in lobby's gesmeten en dat is echt pure aids. En dat denk wel dat de meeste mensen dat met mij eens is natuurlijk. En daarin zie je dus dat score streaks vet overpowered zijn. En natuurlijk hebben we het bijvoorbeeld als voorbeeld natuurlijk de Orbital VZ die natuurlijk vreselijk is als je die tegen je krijgt. Je bent continu zichtbaar op de radar en zo. En natuurlijk kan je daar wel je counter UAV tegenover stellen. Maar toch is het niet helemaal. Ik vind dat het eigenlijk iets makkelijker gecounterd zou moeten kunnen worden door middel van perks. En dat is namelijk het volgende iets. Ik hoop namelijk dat natuurlijk gewoon Specialist eventueel ook naar Black Ops gaat komen. Al denk ik zelf, als ik heel persoonlijk mijn mening over daar mag geven natuurlijk. En dat doe ik natuurlijk, want ik ben een YouTuber daarvoor. Ik denk niet dat er Specialist komt in Black Ops 3. Het is namelijk niet echt iets Treyarch's, zeg maar. Ja, het klinkt misschien een beetje stom dat ik het zeg en zo. Want natuurlijk, Treyarch zou ik nog mogen gebruiken. Want Call of Duty is Call of Duty gewoon en zo. Dat hebben ze allemaal onderling de afspraken over. Maar ik denk niet dat dat komt in Black Ops 3. Ik hoop het wel, maar ik denk het dus niet. Scorestreaks. Ja, ik hoop dus wel dat scorestreaks. Want ik denk dat het scorestreaks worden in plaats van killstreaks. Ook iets echt nieuws, Treyarch-achtig, zeg maar. Ik denk dat ze dat op een of andere manier toch moeten uitbalanceren. Zoals je weet, scorestreaks zijn natuurlijk ook aanwezig in Advanced Warfare. Nadeel daarvan is dat sommige game modes gewoon totaal onspeelbaar zijn. Door middel van bijvoorbeeld capture, krijg je 200 punten voor. Ja. Het is wel heel leuk dat je het natuurlijk dat meer competitive wil maken, eigenlijk, zeg maar. Dat je echt dat je voor de caps gaat en zo. Maar toch, nee, ik zou het niet doen. Wat ik liever zie is gewoon in ieder geval weer een ouderwetse scorestreak verloop. Oftewel killstreak verloop. Dat je gewoon per kill en per cap bijvoorbeeld gewoon, net zoals in MW3, gewoon je streaks gaat opbouwen. En daarnaast, ja, ik blijf nog steeds vinden dat er echt, zeg maar, aparte lobby's moet komen voor bijvoorbeeld non-lethal spelen en lethal spelen. En dat bedoel ik dus mee. Wil je met helikopters spelen, AC-130's of weet ik veel wat er dan in Black Ops 2. Misschien zit er wel weer een swarm in, die weet maar nooit natuurlijk. Daar wil mee gaan spelen, moet je gewoon eigenlijk daarvoor een aparte playlist benaderen. En ik ben benieuwd natuurlijk wat jullie daarvan vinden. Dat is in ieder geval mijn mening daarover. En
Op zich, ik heb er wel veel vertrouwen in dat het toch een leuke Call of Duty gaat worden natuurlijk. Ik weet nog niet helemaal natuurlijk wat de opzet ervan zal zijn. Het zal natuurlijk wel weer een beetje future-based zijn en zo. Maar we gaan dat gewoon eventjes, ja, de komende, nou, ik denk weken, maanden, gaan wij zien hoe dat zich gaat ontwikkelen en zo. En ja, kijken of scorestreaks net zo overpowered worden in Black Ops 2. Want ja, nogmaals, het is gewoon heel erg jammer, weet je. Als je Black Ops 2 gaat spelen, ja, je komt heel vaak in lobby's waar je gewoon eigenlijk meteen uit wil. Dat logisch is natuurlijk. En je hebt heel vaak lobby's waarbij je tegenstanders gaan quitten. En dat is niet gewoon lekker spelen. Ze moeten daar gewoon een oplossing voor gaan bedenken. En ik denk bij mezelf, ja, persoonlijk, geen scorestreaks erin, maar ja, killstreaks. Dus gewoon per kill een puntje erbij krijgen om je killstreak op te bouwen. Nou, ik hoop nog dat jullie het leuk vonden. Ik zou zeggen, jongens, geef een duimpje omhoog en laat je mening achter, hè. Tot de volgende keer. Bye bye.